De moeilijkste vraag die ik u kan stellen, die begin ik eerst met. Ik zou wel graag hebben dat je daar een correct antwoord op wil geven. En je kan dat ook. Die vraag van mij is, rook je? En dat is een ja of een nee. En zowel eens een keer een sigaret in de weekend is roken. Hè. De bedoeling is dat wij naar de school komen, of naar verschillende scholen komen, om ervoor te zorgen dat we jongeren niet doen roken. Hè. En hoe pak ik dat aan? Wel, ik heb daar een beetje een bevoorrechte positie als kankeronderzoeker. Zal ik naar hen komen en zal ik hen vertellen hoe kanker ontstaat, hoe het lichaam in elkaar zit. Maar zal hen vooral toespitsen op het feit dat roken enorm, enorm schadelijk is voor de gezondheid richting kanker. Ieder van jullie weet wel, ja, of zeker en vast al gehoord van kanker. Wat is dat nu eigenlijk? Professor Lardon van de Universiteit Antwerpen is een man met een missie. Met deze anti-rookcampagne voor jongeren schuimt hij al enkele jaren de Vlaamse scholen af. Ik probeer hen op een toch wel een informatieve en illustrerende en interactieve manier bij te brengen dat roken een onvoorstelbaar schadelijk effect heeft op het lichaam en zeker wat betreft kanker ontstaan. Ja. Dit zijn de twee longen in donker gekleurd. Je ziet hier de ribben een beetje. Dat zijn de rugwervels, dit is het middenrif, dit is het hart. Maar wat hier ziet en daar, hoort daar niet. En als we dat op een tekening zouden zien, wel, dat zijn die kwaadaardige kankercellen. Dit is een patiënt met longkanker. Wij zijn dagelijks bezig met kankeronderzoek en wij zien niet alleen in de kliniek, maar ook in het laboratorium zien wij de ellendige gevolgen van wat kanker met zich meebrengt. En als we dan nog eens gaan rekenen dat de sigaret zoveel kanker veroorzaakt, 80-90% van de longkankers worden veroorzaakt door de sigaret, dan is het bijna onze morele plicht om jongeren daarop te wijzen en om te zeggen van kijk mensen, alsjeblieft doe dit niet. Want in België sterven elke dag 51 mensen door het roken. 1 op de 3 kankers wordt veroorzaakt door de sigaret. Dat is een beetje de reden waarom we deze sessie hebben samengesteld en dat we proberen naar heel wat secundaire scholen te gaan om aan onze doelgroep, de jongeren, te zeggen van alarm hier, want dit kan echt niet zo verder. Imago en groepsdruk blijven de belangrijkste redenen voor jongeren om te beginnen roken. Ik denk dat we hier op preventie moeten inspelen. Uiteraard proberen we te genezen ook, dat is ook een van onze taken en dat zullen wij ook verder proberen te onderzoeken. Maar als we hier aan een preventie kunnen doen en we krijgen hier, al is het maar een aantal jongeren die we niet meer zullen zien roken, dat zijn ook een aantal jongeren die we later, op latere leeftijd, geen of heel veel minder kans hebben om longkanker te krijgen. Dus preventie is hier een goed voorbeeld, denk ik. Ja. Ben je nu afgeschrikt om te roken? Eigenlijk wel, ja. Want als je dan ziet wat dat er met je huid en al kan gebeuren en al de soorten kankers dat je kunt krijgen, dus. Heeft deze les iets veranderd voor jullie? Ja, omdat je dan heel wat te weten bent gekomen over hoe slecht dat eigenlijk is. En dat dus eigenlijk niet goed is. Dus dan denk je ook van, ja nee, ik zou dat echt nooit willen meedoen. Ik heb eigenlijk altijd heel veel positieve reacties gekregen. Hè. In alle mogelijke scholen waar ik kom, heb ik zelfs tot verrassend toe positieve reacties gekregen. Soms van jongeren waarvan ik denk van ja, die gaan echt niet geïnteresseerd zijn in welke boodschap ik breng. Die achteraf, na de sessie, toch komen zeggen dat ze dit nooit hadden geweten. En dat het een heel wat gevolgen zal hebben. Hè. Er zijn jongeren die tegen mij komen zeggen van ja, ik had nog een paar sigaretten thuis liggen, maar die gaan nu echt de prullenmand in. En dat is natuurlijk heel prettig voor ons, dergelijke zaken.